difference if it's sweet or hard. You got that rhythm, give it everything you got. Oh, it don't mean a thing. Vandaag spreken we met Theo den Ekster. En we gaan in de serie Portretten gaan we met hem in gesprek om hem nog beter te leren kennen. Want veel mensen kennen hem waarschijnlijk al, maar we gaan nu met name inzoomen op wie Theo is, waar hij vandaan komt, waar hij nu staat en hoe hij de toekomst ziet. En dat doen we in de Sint-Antonius-abt in Terheide, in de sacristie zit op dit moment. En welkom Theo. Dank je. De eerste vraag die ik heb, Theo, is... we zitten in de Sint-Antonius-abt. Enkele dagen na zijn naamdag. En ook enkele dagen na de première van het Overtraijs Energiecollectief. De Energievrijstaat. Maar waarom zitten we in deze kerk? Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar heb ik wel een beetje een geschiedenis mee met deze kerk. Ik heb... toen we jong waren, ben ik begonnen bij het jongerenkoor. En daar hebben we toen heel intensief gewerkt om voor de jongeren iets leuks te maken in de kerk. Ik ben dus zelf ook lector geweest in deze kerk. En ik zit nu weer bij het ARST, de Anthony Singers. En één keer in de maand verzorgen we hier een dienst. En dat is altijd een feestje. Dus de kerk heeft een speciale betekenis voor je. Ja, zeker wel. Ja. Ja. En kun je iets vertellen over, in het kort, iets over jouw levensverhaal? Uit wat voor gezin je komt? Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Mijn vader en moeder zijn in 1947 in Terheide terechtgekomen. Mijn vader was kleermaker. En mijn moeder had een winkeltje. Er was niet veel na de oorlog. Maar wat er was, verkocht mijn moeder aan kleding, overals... handdoeken, noem maar op, alles wat textiel was. En daar ben ik ook geboren en ik heb met mijn vier zussen daar samen gewoond. En was je de oudste of de jongste? Nee, ik heb nog één zus die ouder is dan ik. Die heeft op Hagenberg lang de winkel gehad, de supermarkt. En ik ben toen vanaf mijn 16 een beetje in de zaak meegerold toen ik... op school zat. Ik heb het aan de school gedaan in Breda. En met mijn vader samen, met mijn vader en moeder samen, hebben we toen de winkel verder uitgebouwd. Vooral de woningrichting is toen sterk in opgekomen. En daar heb ik eigenlijk mijn werkzame leven een beetje in besteed. In het mooi maken van de mensen de woning. Ja, en je begon met tapijtleggen, heb je verteld. Zeker, want we hebben natuurlijk een voorgesprekje gehad. En kun je daar iets over vertellen, hoe je dat, hoeveel tapijtjes je gelegd hebt bij benadering? Dan kunnen we wel van hier naar, ergens achteraan in Breda, kunnen we het wel uitrollen, zoveel als we gelegd hebben. Ja. En dat is dat jaarboot toch? Dat kent dat iedereen, denk ik Ja, we begonnen met... de oudere mensen onder ons. Zeker. Ja, toen mijn vader ermee begon, toen hij stopte als kleermaker, toen was het jaarboot van een meter breed. En dan moest het aan elkaar genauwd worden. En we hadden toen ook belaten, dat hele harde zeil wat heel makkelijk scheurde. En als het dan deze temperatuur waren, net als nu, rond het vriespunt, dan was dat heel lastig om te leggen. Ja. Maar ja, uiteindelijk zijn we vanaf tapijt weer terechtgekomen in de PVC-vloeren, zoals ze nu heel veel gelegd worden. Ja. En daar ben ik ook eigenlijk een beetje een promotor van geweest, van de PVC. Heel mooi materiaal. Dus ja, dus... Zo is het begonnen. Zo is het begonnen, ja. 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 En wat heb je van je ouders meegekregen? Wat was voor hen belangrijk voor jou? Goh, dat is een moeilijke vraag. Dat in ieder geval ik dingen gedaan heb die ik leuk vind. Ook buiten het werk. Vooral veel in het dorp leuke dingen doen. Maar ook maatschappelijk mee ingezet voor allerlei dingen. Dat kreeg je mee vanuit je ouders? Ja, zeker. Dat je iets moest betekenen voor de gemeenschap, zou ik maar zeggen. Zeker. Ja. En waar uitte zich dat in? Wat heb je, even in heel kort, wat heb je zo al gedaan? Om maar eens te beginnen, zijn we toen ik een jaar of 18 was, is jongerenkoop opgericht. Daar ben ik toen mee begonnen.
Toen ik uiteindelijk niet in dienst hoefde, omdat we persoonlijke misbruik gekregen hadden, ben ik bij de brandweer gegaan. Dat heb ik 31 jaar gedaan. Ik ben een tijdje commandant van de gemeente Drummelo geweest en ook daarvoor van te rijden. Ik heb 27 jaar het secretariaat van de modewinkeliers gedaan. Ook een hele belangrijke functie geweest, vind ik, voor de winkels in te rijden. Ik heb met drie andere vrienden een barbershop kwartet heb ik ingezongen. Goh, we hebben nog meer. En natuurlijk dan nou bij het Rijs Energie Collectief heb ik een hele mooie functie. Ja. Heel leuk. Ja, ook, wat ik ook nog doe is voor Staatsbosbeheer de Spinola's gaan ze mee onderhouden. Dus ja, leuk. Als ik het zo hoor, dan denk ik, je ouders hebben je ook meegegeven dat je hard moet werken volgens mij. Of moeten, maar... Nee, dat zit in mezelf. Dat zit in jezelf. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus je bent je eigen energiecollectiefje, zou ik maar ja, zeggen. Ja, zo'n beetje, ja. Ja, inderdaad. En als ik zeg Tekla, wat zeg jij Tekla. Dan? Tekla, wat Tekla. Zeg jij dan? Vanaf de vierde klas lagere school was ik al verliefd op haar, dus ja. Dat is gewoon mijn maatje. En we hebben samen de winkel gedaan en onze kinderen opgevoed en we hebben het samen heel goed, prima. Ja, en je bent om haar ook bij het koor gegaan, toch? Ja, ze was vriendin met mijn zus. Ja. En ik hoorde dat ze naar de eerste repetitie van het koor ging. Ik denk, nou, dat kan ik misschien ook wel doen. Dan blijft er misschien wel iets aan vasthangen. En dat is gebeurd. En dat is gebeurd, ja. Ja. En als ik het heb over Bas en Hilde, wat zeg je dan? Ja, onze kinderen, dat was eigenlijk wel fijn dat we de winkel aan huis hadden. We deden samen de winkel en als de kinderen uit school kwamen, dan zorgde Teken altijd dat ze bij de kinderen was en dan deed ik de winkel. En die hebben allebei hun opleiding gedaan waar ze heel erg achter stonden. En die doen nou voor de gemeenschap ook hele mooie dingen. Als Bas het bij de politie heeft hij een hele mooie functie. En Hilde die zorgt in Nijmegen voor de kinderen die een rugzakje hebben, die op de middelbare school zitten. En ja, daar zorgt zij voor dat die toch onderwijs kunnen volgen. En dat vind ik, daar ben ik heel trots op. Als je nou terugkijkt op je leven tot nu toe, hè? Mm-hmm. Wat blijft je dan het meeste bij? Het meest blijft me bij dat de dingen die ik gedaan heb in ons werk, maar ook daarbuiten, dat we daar heel veel plezier aan beleefd hebben. En dat ik denk dat we daar andere mensen ook een beetje mee geholpen hebben. En daar ben ik heel trots op. Ja. Vind ik mooi. Ja, dat is ook iets wat je achter wil laten. Ja. Zeker, ja, zeker. Ja. En die dingen zijn ook, wat je gedaan hebt, dat is ook zichtbaar. Ja, dus zeker bij de mensen thuis. Hè. Ja. Als mensen een huis gekocht hadden of gingen verbouwen en daar maanden mee bezig geweest waren en als dan de tapijt erin lag en de gordijnen hingen, dan was het klaar. Ja, en dan bleef je liever thuis. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, maar ook in de kerk zien we dingen die van jouw hand zijn of waar je aan meegewerkt hebt. Zeker. Ja. Ja, er is in 2017, 2018 een wand geplaatst in deze kerk, wat door de kerk in twee gesplitst is. Een klein kerkgedeelte en een wat groter gedeelte waar mooie dingen gedaan kunnen worden, concerten, dat soort dingen. En die wand is geplaatst door een aannemer uit Rijden. Maar wij hebben van tevoren alle platen, er zijn er 200 platen multiplex, hebben we beplakt met foto's van de gebrandschilderde ramen. We gaan ons nu verplaatsen, mm-hmm. Want we gaan naar iets warmere oorden. Het is hier een beetje fris. Ja. En we gaan naar de energiebrouwerij. Dat is prima. Ja? Ja, gaan we daar kijken. Ja, we staan nu bij de energiebrouwerij. En ik hoop dat hij meer warmte afgeeft dan waar we vandaag in staan, want het is behoorlijk koud. En ik praat zo verder met Theo. Theo, we staan nu bij de energiebrouwerij. En we gaan het even heel kort hebben over, waar staan we nu eigenlijk? Ja. En wat betekent deze plek voor jou? Oké.
We staan bij de energiebrouwerij. Dat is de laatst gebruikte boerderij in het dorp. En die hebben we gekocht en daar gaan we onze energie opwekken. We hebben een windmolen gebouwd natuurlijk aan de A16. Die gaat over 2 weken draait die. En we hebben een kabel vanaf de windmolen hier naartoe, naar dit gebouw. Yeah. En van die stroom die we daar opwekken, gaan we een deel warmte maken. En dat gebruiken we om het warmtenet wat het dorp in gaat te voeden. Ja. En dat gaat via deze buizen? Ja, deze buizen. Aan die kant, daar maken we straks nog even een shotje van, is de energiebrouwerij. Daar hebben we een kelder, daar staat de apparatuur in om van stroom warm te maken. En deze leidingen die hier helemaal die kant op lopen, gaan naar de warmteopslag. Ja. Op het moment dat er heel veel wind en zon is, moeten we eigenlijk gaan betalen om de stroom het net op te kunnen doen, omdat het te veel is. En dan gaan we die stroom omzetten in warmte en die slaan we op in de warmtebron. Ja. En waarom heet het de energiebrouwerij? Ja, nou omdat wij vinden dat energie ook een beetje met leuke dingen te maken heeft. Dus we gaan hier straks ook een biertje brouwen. Ja. We bouwen hier energie, dus warmte, maar ook een biertje. Ja. Begrijp ik. Ja. Dit is een belangrijk deel van je leven geweest. Hm? Nou, je hebt al een heel lang leven, maar het is vooral een belangrijk deel van je leven geweest. Ja. En het heeft ook met duurzaamheid te maken. Daarom is het hele traject ook gestart natuurlijk. Ja. Wat betekent duurzaamheid voor jou? Nou, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold omdat onze oude buurjongen, Pim de Ridder, die had het gekke plan om te rijden zijn eigen energie te geven. En dat vertelde mijn buurman tegen mij en toen zijn we bij Spraakvermaak daar een filmpje van gaan maken, van zijn plannen. En uiteindelijk vond ik dat wel heel interessant en zijn we met een clubje van 25 mensen een keer bij elkaar gaan zitten. Toen heb ik gezegd van nou, ik wil daar best mijn tijd aan besteden en ik wil wel een jaartje voorzitter zijn van die club. En daar zijn er nou 6 dus. Ja, maar je stopt er wel mee, hè? Ik stop er mee. Dit jaar vind ik dat het genoeg geweest is. Ik heb er heel veel energie in gestoken, wat ik ook heel veel van geleerd heb. Ja. Veel ook weer met nieuwe mensen in aanraking gekomen. Maar we hebben nou een bestuur wat heel goed werkt en die moeten het maar even over gaan nemen. Nou. Ja, en hoe zie jij je toekomst voor je? Nou, ik hoop dat ik nog 20 jaar in dit dorp leuke dingen mag doen. En spraakvermaak is natuurlijk ook een belangrijk hobby van me. Dat blijf ik in ieder geval wel een hele tijd doen. Muziek vind ik heel leuk om te doen. Zingen bij de Anthony Singers en met mijn vrienden zing ik ook nog wel een avondje in de week. De auto bouwen ben ik mee bezig, die is bijna klaar. Dus ik vermaak me uitstekend. Dat is een auto, dat is van de, hoe heet het ook alweer? Een kitcar, ja. Ik heb een eend van 1984 omgebouwd naar een cabrio en dat is een van mijn passies, ja. Ja. En je had het over muziek, hè? Dat is belangrijk voor je. Ja. Je begint helemaal te lachen. Ja. Ja. Welke muziek vind je het leukst? Als je één nummer mocht kiezen. Ik ben helemaal wild van Eugene. Dat vind ik geweldig. Ja. Carzoo vind ik geweldig. Ja. We hebben 30 jaar barbershop gezongen. En dat vind ik ook nog steeds heel leuk om te doen. Ja. Ja, en je hebt ook nog een andere interesse. Dat is een Spanjaard. Waar je heel enthousiast over bent. Ja. Vertel daar eens wat over. Nou, waarom je daar zo enthousiast over bent. Ja, en wie het is. De Sinterklaas bedoel je? Nee, die bedoel ik niet. Die ook. Maar daar ben ik ook enthousiast over. Nee, ik bedoel die andere, die met een G begint. Ja. Gaudi, daar vind ik zus van mijn vrouw, die had een schip in Barcelona liggen. Waar we nog eens een keertje verbleven. En ik ben helemaal wild van Gaudi. Dat vind ik echt, de Sagrada Familia, Casa Batlló, vind ik, hoe dat die man dat ontwikkeld heeft en daar zijn creativiteit op losgelaten heeft, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ja. En dan heb je nog een schilder die je heel interessant vindt. Ja, Edward Hopper. Ja. Ja. We kwamen ooit een keer, en dat is al lang geleden, een poster tegen in een posterwinkel. En daar stond een brandkraan en een barberpool op. Ja. Dat zijn allebei mijn hobby's natuurlijk, de brandweer en de barbershop.
En ik ben gaan verdiepen in wat Hopper, Edward Hopper, een Amerikaanse schilder, wat hij allemaal voor schilderijen gemaakt heeft. En ja, dat is wel een beetje mijn dingetje. Ja. Wat ik heel mooi vind, ja. Ja, maar als je iets mooi vindt, dan ga je er ook meteen diep in, hè? Ja, ja, ja. Het is niet zo dat je denkt, nou vind ik wel aardig, koop nog eens een boek, maar je gaat het helemaal bestuderen. Ja, ik heb er, van Hopper heb ik wel een stuk of 8 boeken, denk ik, ja. Ja, ja. Ja. En wel leuk, want bij Spraakvermaak kwam Hans Marcus, de Nederlandse schilderes. En die heeft een heel mooi verhaal verteld bij Spraakvermaak en we zijn daar met de redactie een keer op visite geweest. En toen zag ik een schilderij van haar hangen waarvan ik vond dat hij eigenlijk een beetje geïnspireerd was op Hopper. En dat bleek ook zo te zijn, want dat staat, heeft ze ooit een keer in een boek zelf ingeschreven. Dus, dat is leuk. Dus we hebben een gezamenlijke passie. Ja, dat is leuk. Theo, ik heb jou heel veel vragen gesteld. Mm-hmm. Is er één vraag die ik vergeten ben te stellen? Goh, nou geloof ik niet eigenlijk. Ik denk, ik vind het eigenlijk wel... wel aardig geregeld zo, ja. Ja? Oké. Okay. Dan wil ik je, als ik jou mag samenvatten, dan zie ik jou voor me. Want ik heb natuurlijk ook dingen gezien die je allemaal gedaan hebt. De auto waar je mee bezig bent. Dan zou ik zeggen een energieke duizendpoot met een groen hart en een Pippi Langkous mentaliteit. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe was het ook weer? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Ja. Nou, heel veel dank voor het gesprek en graag je openheid. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor de interview. Graag gedaan. Don't give me that thing if you ain't got that swing.